De afgelopen maanden zijn we in Nederland gewend geraakt aan een lage inflatie, maar in december steeg die naar 1%. En dat is een stuk hoger dan een maand eerder: toen was het 0,6%. Het waren vooral de kleding en de brandstofprijzen die hoger waren dan een jaar eerder. Nu we de laatste maand van het jaar weten, weten we ook de gemiddelde prijsstijging van heel 2016. En die was historisch laag met 0,3%. Het is bijna 30 jaar geleden dat we zo'n laag inflatie kenden. 2016 kende maar liefst drie maanden waarbij de prijzen niet stegen en één maand met negatieve inflatie. Vooral de huren zorgden voor een lagere inflatie in 2016, maar bijvoorbeeld ook de prijzen voor bankdiensten daalden ten opzichte van een jaar eerder. De brandstofprijzen die daalden ook in 2016, maar minder hard dan een jaar eerder en hadden daardoor een minder negatief effect op het inflatiecijfer. 2016 kende dus een historisch laag inflatiecijfer, maar de CAO-lonen ontwikkelden wel verder met 1,9%. Het verschil tussen de CAO-lonen en de inflatie is daarom ook historisch groot. En dat is positief nieuws voor de werknemer, want dit is goed voor de koopkrachtontwikkeling.